Oh, dat is... Ah, ja! Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Ik ben gechallenged door Netflix om een raket te bouwen. Ik weet ook niet wat ze hierbij dachten. Maar goed, weet je, ik ben niet voor niets Hangwang Chicken Bang. Dus ik fix deze shit gewoon. Maar natuurlijk niet alleen. Hey Steven, luister dan. Wat? Ik heb je hulp nodig. Met? Wij gaan samen 24 uur lang eieren over je heen gooien. Nee, Saik, we moeten een raket bouwen. Raket? Ja, bro, een raket. Ah, raket, tuurlijk raket. Ja, hé, hey, waarom kijk je naar mij? Ik kijk gewoon naar zo. Ja, let's go. Ai, top, tot zo. Kijk, easy gefixt. Ik ga samen met Steven een raket bouwen. En samen met Netflix organiseer ik trouwens ook een wedstrijd waar jullie zelf een raket moeten bouwen. Op vrijdag 23 oktober komt er namelijk een nieuwe animatiefilm op Netflix genaamd VV en de Maan. Hé, hey, hier is de poster. Hé, hey, daar is de poster. Maar deze film gaat over een slim Chinees meisje genaamd VV die een raket probeert te bouwen. En zo dus het bestaan van een legendarische maangodin te bewijzen. En gekke Chinese Elon Musk. En wat super grappig is, is dat dit meisje dus ook een irritant broertje heeft. Ik heb superkrachten. Geen barrières. Ah! En kijk dan, hij lijkt zelfs op Steven. Wil jij kans maken op een hele zieke goodiebag van VV en de Maan? Doe dan mee en maak samen met je familie een raket. En wie weet, komt deze goodiebag wel jouw kant op. Bij deze start er een competitie. Ik doe mee. De regels zijn eigenlijk heel simpel. Maak een raket naar de maan. Maakt niet uit hoe je kunt tekenen of knutselen. Maar natuurlijk ook echt iets uitvinden wat de lucht ingaat. De vraag is nu alleen, hoe gaan we überhaupt een raket bouwen? Ik dook gelijk op het internet om uit te vogelen hoe ik een raket kon bouwen. En dit is een beetje onverwacht, maar opeens kom je Giel van StukTV tegen die gaat leren hoe je een raket kan bouwen. Ik zat lang te zoeken. Ik heb veel video's gekeken. Ik bleef en bleef maar doorstrijden. Dus na flink wat research hebben we even de beste opties uitgekozen om een raket mee te bouwen. Oké, mensen, na lang onderzoek hebben wij nu 4 opties gevonden. En die gaan wij nu samen uittesten. Ik ben een windmolen. Hij is de windmolen, yeah. Zoals jullie zien hebben we hier de Steven, de windmolen, yeah. En daarboven staat de camera, want we gaan dingen hoog de lucht inschieten. Hopelijk, dat is het plan. Hoog? Hoog. Dat is gevaarlijk. Sorry, 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 bro. Als allereerste is het nu tijd voor de fietspompraket. Yeah! We hebben hier dus een fles waarbij ik een kurk door de opening heb gedouwd. En daar weer een ventiel doorheen heb geduwd. Steven, draai het ventiel eraf. Kijk eens aan. En dit gaan wij dus oppompen totdat die knalt. Oké, als het goed is moet deze dan zo wegschieten. Ik kijk uit voor je hoofd, man. Nou, hij zit niet goed, hè. Hij moet er een beetje indraaien. Wacht, stop. Ik durf dit niet. Oké, wat doe je? Nee, ik durf dit. Hoe gaan we hem lanceren dan? Wow, wow. Hij is goed. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Dit is top. Dit is top. Nu doen we het van dichterbij. Oké. Hé, hey, goeie, man. Echt een goeie. Nee, echt een goeie. Echt een goeie, Steven. Harder, harder, harder. Harder, harder, harder. Wow, 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 hey, let's go! Wow! Oké, dat duurde even, maar hij schoot de lucht in. Jullie zagen het. Jullie zagen het. Oké, voor het tweede experiment hebben wij Mentos en cola. En plakband. En plakband. Het idee is dus om dit te openen, een plakbandje erin te doen en Mentos net zo hoog te laten droppen dat net niet de cola aanraakt. Daarna draai je gewoon weer de dopper op, schud hem zo hard als je kan en dan gooi je hem de lucht in. Oké, Steven, je kunt dit. Steven, maak nu de plakband open. Je moet allemaal Mentos aanplakken. Dus hoe moet ik aanplakken? Zo? Ja, ja, gewoon plakken. Zo. Ja, ja, precies. Precies, en zoveel mogelijk. Doe maar eerst twee, doe maar twee Mentos. Volgens mij is twee prima. Oké, kan je deze, denk je, erin droppen zodat hij nog niet de cola aanraakt? Of kan dat niet? Dan denk ik uit. Steven, jij kijkt uit. Oh, 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 oké. Oké, dan doe je inderdaad de Mentos zo. Juist hem. Hij is ready. Oké, Steven gaat ervoor. Oh, is hij klaar? Ik sta klaar. Oh! Nee! 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 Oh, al die cola, check dit. Hé, dit is echt een bom. Nee, wat doe je? Wat doe je? Dat werkte niet helemaal. Gelukkig hebben we een tweede fles. Dit keer gebruiken we meer Mentos en we draaien hem strakker dicht. Let's go. Lekker, Steven. Wat als je er 4 doet? Wat nou als we er 4 doen, ja? Ja, ja, ja. Dan dubbel zoveel. Oh, dit is een Mentosbom. Dit is een Mentos. Perfect. Perfect, oké. Okay, let's go. Let's do it. Ik moet denk ik een beetje cola eruit. Beetje cola eruit. Voor de plantjes. Planten. Hey, maak ik de planten zo dood? Nee, ze willen gewoon cola. Oh ja, oh. Oeh, oeh, dit is perfect. Draai hem erop. Oeh, oké, okay, oké. Okay. Oké, okay, mensen. Cola raket, deel 2. Hé, hey, Anne, je moet echt goed schudden, echt goed hoog, bro, hè? Bro, ben je hier klaar voor? Ben je hier klaar voor? Anne, je moet hem echt voor een goede paar seconden schudden, ja? Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Goede paar seconden schudden en meteen omhoog. Ben je hier klaar voor? Ik ben er klaar voor, ben jij er klaar voor? Ja. Ik hou een beetje afstand, man. Anne! Nee, nee, te strak, te strak. Nog een keer. Ah! Oh nee! Nog een keer! Ah! 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 Wat de? Wat
Wat is gisteren kersenboom? Dat was niet zo'n succes. Gelukkig hebben we nog twee andere raketten voor jullie. Hanley, je hebt de buren helemaal... Oh mijn god, nee. Het is helemaal naar de buren gegaan. Oh shit. Maar je bent volgende week niet zeker of hij gaat werken. Ik heb dit zelf bedacht. We gaan dus letterlijk gewoon een ballon opblazen en die tapen aan een fles. Dit is prima. Let's go. Deze plakken we eerst om de fles heen. Dan komt de eerste ballon. Kom maar. Wat gaat dat doen? Prop hem maar tussen, die houdt hem vast. Ja. Kom met die andere. Voor degenen die denken dat dit niet zal werken, misschien heb je gelijk. Oké, hier is hij dan. Onze zelfgemaakte ballonraket. 3, 2, 1. Wow, hij vloog helemaal daar. Wow. Het is oké. Ik weet niet wat jullie ervan vinden, maar ik vind het een succes. Ik ook. Yeah. We hebben nu nog één laatste raket. En we hebben natuurlijk het beste voor laatst bewaard. Dit is namelijk de gasraket. Maar oké, deze is oprecht gevaarlijk. Dus doe deze thuis niet na. En omdat deze oprecht gevaarlijk is, heb ik hier handschoenen en een veiligheidsbril. Yeah. Nou, het idee is vrij simpel. We hebben een kleine fles nodig. Deze fles laten we dus eerst even een beetje leeglopen. Dit is prima. Oké, dit is heel simpel. Ik ga dit flesje vullen met gas en dan draai ik hem om. Yeah. Doe dit thuis niet na. Gaat erin? Dat gaat erin. Oké, gaan we. Die ging hard. Die ging echt hard. Oh, wacht. Hij zit nog in mijn hand. Oh. Oké, we proberen het nog een keer, maar dit keer met meer water. Hé, dit ding is helemaal bevroren. Dat gaat zeker weer erin. Oh, die gaat hard. Oké, het is helemaal ijs. Het is ijs. Wow, hé. Nee, hij spoort wel een beetje. Holy shit, het is ijs. Het is bevroren, what the fuck? Tuurlijk is het bevroren, het is ijs. Oké, hier gaan we nog een keer, maar nu hebben we lauw water. Wow, dit is een wow. Ja. Woo! Holy shit. Zag je? Steven, ik denk dat we nog één poging moeten doen, maar hem echt lang moeten laten spuiten. Oké, doe dan. Oké, dit wordt de laatste keer. Maar dit keer hebben we minder water. Ik voelde hem even spuiten. Je voelde hem wel, hè? Nee, we hebben minder water. We hebben een ander flesje nodig. Oké, we doen het nog één keer met een ander flesje. Kom op, dit moet hem gewoon zijn. Die fles was wel leeg. De fles is niet leeg. Hij is zeker niet leeg. Hij is toch wel leeg. Oké. Vet. Heel vet. Wow. Zag je hem gaan? Hey. Oké, we hebben een nieuwe gastank en nog een ander flesje. We proberen het nog één keer. Ben je klaar voor? Ik ben er sowieso klaar voor. Wow, oké, gaan we. Wow, ja, hey, je zag het, hè? Ik zag niks, hij staat op de grond. Dit wordt hem, ik voel hem. Hij staat op de grond, je sukkel. Lauw water, lauw. Want het gas past er niet meer in. Goed. Oké. Wow! En dat was hem! Ja! Oh! 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 Holy shit, het duurde even, maar we hadden hem! Maar mensen, ik ben erachter gekomen, we zijn één ding vergeten. Onze allereerste raket, blijkbaar gaat die nog harder als je er een beetje water bij doet. Dus we gaan die nog één keer proberen en misschien gaat die wel nog harder. Oké, we doen hier gewoon nog een beetje water bij. En dan gaan we deze gewoon weer blazen, man. We draaien deze even vast. Oké, Steven, ga ervoor. Ik sta hier. Wacht. Oh! Jezus! Wow, yo! Hey, die ging veel verder. Wacht. Oh! We doen deze nog een keer. Oké, yes. Mensen, hier gaan we weer. Oh, dit is wel eng, man. Oh, dit is... Ah, yo! Wow, yo! Holy shit! Wat? Oh, dit is... Ah, yo! Wow, yo! Holy shit! Hey bro, dit is hem bro! Mensen, ik denk dat we wel kunnen zeggen dat deze missie geslaagd is. Succes! Wow, yo! Hey, dat was best wel ziek! Niet alles ging even goed, maar dat kan, weet je. Het gaat erom dat we iets in de lucht hebben gelanceerd. Maar nu is het jullie beurt. Ik daag jullie uit om zelf een raket te bouwen. Gebruik je creativiteit en bouw een raket naar de maan. En ja hoor, nu is het dan jullie beurt. Deel een foto of video op www.raketnaaremaan.nl. En wie weet, win jij een hele zieke VVS en een maand goodie bag. En geloof me mensen, deze wil je echt hebben. En ben je nou benieuwd naar de film? Je kunt hem ook gewoon vanaf vrijdag 23 oktober op Netflix kijken. Ook in de originele Engelstalige versie genaamd Over the Moon. Maar goed mensen, dat was het eigenlijk dus alweer voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En yo, dan zou ik zeggen later. Yo.